Het is een grote schande. We staan aan de rand van de afgrond. Deze buurt is compleet aan het vloederen. Vreselijk. Ja. Hey, hallo. Mag het wat zachter? Ik kan mezelf nauwelijks meer verstaan. Dit bedoel ik. De mensen hebben geen manieren meer. Maar ja, wat wil je ook met een gemeente die zijn publieke ruimte zo laat verloederen? Het is vreselijk. Moet je dit nou zien? Dit is toch afschuwelijk? Dit is anarchie. Dat hoge gras, dat onkruid tot je kin, vage bloemen en maar groeien en maar groeien. Oh man, alles door elkaar, er zit totaal geen enkel idee. Hé, hey, jongen, doe eens even normaal, man. Ben je wel gek geworden? Het is hier geen Olympisch stadion. Dat krijg je ervan. Als je een jungle laat ontstaan, dan gaan de mensen zich gedragen als beesten. Het wordt tijd dat ik ingrijp. Ik doe het allemaal zelf wel. Als niemand anders het fatsoen heeft. Hallo meneer, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Ik ben hier een fatsoenlijke leefomgeving aan het creëren. Dat is wat ik aan het doen ben. Nee, je bent een leefomgeving aan het vernietigen. Deze wildgroei is belangrijk voor de bijen. Bijen? Welke bijen? Precies, er zijn veel te weinig bijen. En daarom zijn wij vanuit de gemeente druk bezig om de bermen lekker te laten groeien. Want waar wilde bloemen zijn, komen bijtjes. Dus de onkruid... Als u dat onkruid weghaalt, dan gaat de bijensterfte onverminderd voort. Bijensterfte? Ja. Bijna de helft van alle bijensoorten wordt bedreigd. Terwijl zij juist zorgen voor de bestuiving van wilde bloemen en voor bijna alles groente en fruit. Dus ik zou zeggen, laat het voorlopig hier maar lekker groeien, want dan krijgen we blije bijen van. Hé, hey, goeie dag nog, hè? Dus, ja, dit is eigenlijk een soort van bijenparadijs. Ja, dan ga je er toch wel even met hele andere ogen naar kijken. Ja, hallo! Ga de boel hier even lekker kapot lopen stampen. Weet jij wel hoe belangrijk dit is voor de bijen? Bijensterfte, heb je daar wel eens van gehoord? Wat denk je dat er gebeurt met je bloemetjes en je groente en je fruit? Nou, daar denk je helemaal niet over na, want het interesseert je natuurlijk helemaal niks. Net zoals iedereen dat niks interesseert. Het is schandalig! Schande!